Ik heb de mensen verwelkomd. Ik heb ook een woordje uitleg gegeven dat wetenschap voor de VRT technologie betekent. Technologie in de ruime zin van het woord. Ik heb over de hedendaagse technologie gesproken, maar ook over innovatie, wat we in de toekomst allemaal gaan doen. Wetenschap en wetenschapseducatie, dat is een taak van de openbare omroep. We hebben eigenlijk een multimediaal format gemaakt. We beginnen met een workshop, maar we maken er ook allerlei media voor, filmpjes voor die workshop moeten mee begeleiden. Het is eigenlijk een andere manier, een andere vorm om wetenschap, en in dit geval technologie, naar een breder publiek te brengen. Niet alleen gaan we innoveren op het aanbod van VRT, maar ook het productieproces. En daarvoor hebben we eigenlijk een multicam setup van iPhones geïnstalleerd om te tonen hoe snel en hoe efficiënt tv maken in de toekomst kan. Wat we hier vandaag aan de mensen getoond hebben, zijn nieuwe digitale assistenten die in de toekomst waarschijnlijk de huiskamer gaan veroveren. Bijvoorbeeld hier, dit toestel is van Google en die kunnen we dus aanspreken. Oké, Google, what's my schedule tomorrow? Tomorrow, there are 3 items on your calendar. The first one is at 9 a.m. and its title is swimming. Dus wat wij bij VRT Innovatie doen, is kijken op welke manier een aanbod van VRT op dit soort digitale assistenten beschikbaar gemaakt kan worden.